Mensen in het binnenland houden zich ook niet continu aan de COVID-regels. Dit zegt Herman Ginty, algemeen directeur van de medische zending. Hij benadrukt dat ook in het binnenland er nog steeds gefeest wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het dorp Kwamalasamutu, zegt de MZ-directeur. Een aantal festiviteiten, dus bijvoorbeeld de feesten die worden gehouden, waarbij Kasiri wordt genuttigd. Die festiviteiten gaan gewoon door, terwijl je probeert te demotiveren dat de omstandigheden waarbinnen die activiteit plaatsvinden anders worden. Dus wij zijn geen, nogmaals, medezending is dus geen tegenstander van het stopzetten van alle tradities en gewoontes in het binnenland. We hebben juist gezegd, we willen dat die tradities doorgaan, omdat dat de invulling geeft van je cultuur, de invulling van je zijn als binnenlandbewoner. Maar we geloven wel dat er een nieuw normaal is, dat we afspraken moeten maken hoe we deze activiteiten zullen moeten gaan uitvoeren in het kader van veiligheid van de mensen. Ginty heeft benadrukt hoe agressief en dodelijk het virus is. Hij deed weer een beroep op de binnenlandbewoners om er niet op los te feesten. Ze moeten juist voorzichtiger zijn dan de mensen van de kustvlakte, zegt Ginty. Dus we willen niet dat mensen massaal doodgaan. Dus laten we zitten. En dat is de moeite die MZ nu maakt. Om met iedereen, en het kost ons natuurlijk veel tijd, maar we proberen iedereen aan boord te krijgen om die discussie aan te gaan van hoe ga je deze activiteiten die je toch nog moet laten plaatsvinden, hoe kan je ze veilig uitvoeren. En als je dat hebt, dan lukt het wel. Dan kan je besmettingen hebben, maar minimale besmettingen. Maar geen grootschalige besmettingen waarbij mensen geïsoleerd moeten worden of dat mensen overlijden. Dus dat is het uitgangspunt van de medische zending. Tot zover Herman Ginty, algemeen directeur van de medische zending. Hij sprak in het COVID-journaal van vandaag over het gedrag van de mensen in het binnenland in het kader van het COVID-19-virus.